Nou, dit is Sportstad. Hier heb ik mijn hele revalidatie eigenlijk gedaan. Met de fysio's heb ik hier regelmatig getraind om mijn knie sterker te maken. En ook nu ik wel weer aan het voetballen ben en eigenlijk wel fit ben, ben ik hier nog 2 keer in de week te vinden. Doe ik in de ochtend mijn krachttraining om te zorgen dat die knie toch sterk genoeg blijft. En dat ik niet weer een terugval krijg. Ja, ik moet nu goed door blijven trainen om mijn knie sterker te maken en ook sterk te houden. Want anders dan krijg ik misschien een terugval en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ja, het ging dus een hele tijd minder met mijn knie, maar nu gaat het heel goed. Ik ben eigenlijk gewoon fit. Ja, die knie die zal altijd aangetast blijven, want het is gewoon een blijvende blessure. Maar ik kan er gewoon heel goed mee voetballen en ik voel me echt fit. Door mijn blessure heb ik eigenlijk afgelopen seizoen best wel weinig gespeeld. Ik heb een aantal keer in kunnen vallen en toen ook een hele tijd niks gedaan, omdat ik gewoon zoveel last had van mijn knie dat niet kon. Toen ik weer fitter begon te worden na de winterstop, ben ik bij de belofte minuten gaan maken. En zo heb ik dat kunnen opbouwen tot ik hele wedstrijden kon spelen. En nu ben ik gewoon helemaal wedstrijdfit. Dit seizoen verwacht ik heel veel speelminuten te maken. Ik voel me heel fit en ik heb er heel veel zin in. We hebben een heel jong, maar wel echt heel gretig team. We willen allemaal super graag er alles aan doen om een heel goed seizoen neer te zetten. Dus ik heb er heel veel zin in. De eerste wedstrijd tegen PSV was voor ons best wel een mooie wedstrijd. We stonden goed als team en we hebben daardoor ook 2-1 gewonnen. Uiteraard waren we super trots en is het echt een goede start voor ons geweest. Het is wel belangrijk dat we dat natuurlijk volhouden. En dat kunnen we vrijdag al laten zien tegen ADO. Tegen ADO verwachten we hetzelfde te gaan doen als tegen PSV. Gewoon goed neerzetten en met z'n allen ervoor gaan. En uiteraard kijken we ook hoe ADO speelt en gaan we nog deze week helemaal daarnaartoe werken. Dus kom maar op. Ja, ik ben aanvoerder, hè. We hebben een best wel jong team en niet heel veel speelsters die al heel lang bij Heerenveen spelen. En ik speel hier nu voor het tweede seizoen. En de trainer heeft gezegd aan het begin, we gaan kijken wie die rol een beetje op zich kan nemen. En ik ben zelf wel een type wat ervan houdt om de boel een beetje neer te zetten. En ik vind het wel leuk om gewoon een team een beetje te leiden. En natuurlijk samen met andere meiden. Toen ik tegen PSV het veld opliep, dat was natuurlijk mijn eerste wedstrijd als aanvoerder. Mijn familie zat ook op de tribune en het gaf natuurlijk wel een extra kick om die wedstrijd ook direct goed in te gaan. Het is natuurlijk heel mooi om aanvoerder te zijn. Het geeft me wel een extra motivatie om er echt alles uit te halen wat erin zit dit seizoen. Dus ik ga zeker mijn best doen.